Mijn oom en echte doe-het-zelf knutselt in zijn kelder zelf aan een atoombom. Geleerd ervoor, dat heeft hij niet, maar het is een waargenie, je weet niet wat je overkomt. Hij sluit zich hele dagen op, onder de grond verstopt en doet experimenten. En s'avonds komt hij dan omhoog, een uur al lang betogen, wat ons dan te wachten staat. Het splitsen van zo'n klein atoom, dat is toch heel gewoon, dat stelt niets voor, dat kan een kind. Het ontstekingsmechanisme is of ik vergis me zo gedaan als ik mijn hamer vind. De waterstoftechnologie is voor een half genie, dat zie ik toch heel erg prachtig. Het enige probleem is het bereik van de bom is slechts 3,80 meter. Hij werkt zonder respijt en streelt vol tederheid zijn waterstofatomen. Waarheen dit alles leidt, zijn vrouw die denkt vol spijt, dat moest er eens van komen. Het kippenhok dat explodeert recht in zijn smoel, verkeerd berekende ontbrandingsgraad. En nu zit Oompje aan de thee met onze plas beplakt, terwijl hij in zichzelf praat. Ik ben al niet de jongste meer, en wat ik ongeveer begrijp is dat van mijn geheugen niet veel meer over is. En als ik gisteren iets anders zei, dat is een leugen. Voorbij de tijd dat ik heel eigenwijs dacht dat het knalbereik van mijn geval er iets toe deed van wat ik nu wel weet, is wat telt, is waar die valt. Ik hoor beneden iets dat tikt, ben zo weer terug een ogenblik. Toen naderde het resultaat, de hele ministerraad kwam in zijn kelder op bezoek. Oom ontving ze heel beleefd en zei dat het een speet, maar hij had geen verzoek. Laat iedereen zich rustig houden, kunt op mij vertrouwen, en hij deed de deur op slot. Toen volgde er een knal en was het dus van al die lui niets over dan een hoopje as. En oom zag van zijn daad het mooie resultaat en hield zich van de domme. Bij het proces dat daarna volgde zat hij zo te zwetsen, iedereen verstomde. Heren van de jury, wees niet overstuur, die bom wel, nee, er is niets aan de hand. Al kreeg u een miljoen, u zou hetzelfde doen, ik diende slechts het vaderland. Toen werd hij eerst veroordeeld, maar als zelf voorbeeld, en toen er weer werd gestemd, koos het volk hem eeuwig dankbaar tot minister-president. Dat is een bruglied uit de jaren 50, dat heet La Java des Bombes Atomiques, de Java van de atoombommen. Dus je vaart eigenlijk een soort vals. En dat is een lied over de oom van de zanger. En die maakt in zijn kelder thuis maakt die atoombommen. Dat is een hobby van hem. Hij heeft er niet voor geleerd, maar dat maakt niet uit. Hij kan het wel goed. Mag ik even onderbreken? De atoombom als genotsmiddel. Er is alleen één probleem aan die bom van hem. Die bom heeft een bereik van slechts 3,80 meter. Dus daar kun je niet veel gaan aanrichten, behalve als je de juiste mensen uitnodigt in je kelder. Dus als de bom af is, komt de hele ministerraad komt op bezoek, deur gaat op slot, boem, weg ministerraad. Bij het proces wat daarna volgt, weet oom zich te verdedigen door te zeggen van ik dien slechts voor vaderland, waarop hij bij de volgende verkiezingen wordt verkozen tot minister-president. Dat is even in het kort, dat gaat u allemaal horen.